Eén mamakaartje en twee biggetjes. En één vorm vis graag. De vis is gratis. Hou je vast. Meneer Stier wacht op de bus. Moe, mag ik één kaartje naar de muziekwinkel graag? Hallo, meneer Stier. Wij brengen Goudje naar de dierenarts. Oh, nee. Ben je niet helemaal lekker, Goudje? Ze kan niet praten. Ze is een vis. Natuurlijk. Misschien vindt ze het leuk als ik een liedje speel op mijn tuba. Het klinkt grappig. Daarom ben ik op weg naar de muziekwinkel om hem te laten maken. Oh. Mevrouw Schaap, mevrouw Kat, meneer Zebra en mevrouw Gazelle zijn ingestapt. Bonjour. Vier kaartjes naar de supermarkt, Kraak. Hallo, mevrouw Gazelle. Wij brengen Goudje naar de dierenarts. Oh, is Goudje niet lekker? Ze vindt u lief. De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond, rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond, heel de dag. De supermarkt. Dag. Muziekwinkel. Dag. Laatste halte, dierenarts. De dierenarts kan huisdieren beter maken. Oh, is dit de sipkijkende vis die niet wil eten? Ja, kijk maar. Goudje heeft gegeten. Oh, ze wilde thuis niet eten. Misschien verveelde Goudje zich een beetje thuis. Win de reuzenpanda, mama. Ik zal het proberen, maar het zal niet zo makkelijk zijn. Je hebt gelijk, je maakt geen kans. Wat? Het is onmogelijk. Geldverspilling, als je het mij vraagt. Dat zullen we wel eens zien. Mama Big heeft gewonnen. Hoera! Ongelooflijk! Hier is je reuzenpanda. Wil je niet liever een klein knuffeltje hebben, Peppa? Oh, ik dacht het niet. Kijk, mama, een reuzenpanda. Iets te groot, hoor. Helemaal niet. George en papa Big staan in de rij voor de grote glijbaan. Hij is best hoog, George. Weet je heel zeker dat je eraf wilt? €1 graag. 1 euro? Het is voor een goed doel. Oh, help. Het is een beetje te hoog voor George. Stil maar, George. Ik kom naar je toe. Dat is dan 1 euro graag. Oh. George heeft geen last meer van hoogtevrees. Oeh, het is behoorlijk hoog, mij niet gezien. Ik denk dat ik de trap maar neem. De trap staat vol met kinderen. Hier moet u naar beneden, papa Big. Oh, oké. Oh! Oh. Komt dat zien allemaal. Raak de schietschuif en win de reuzenpanda. Dat kan je makkelijk ook, mama. Ja, maar we willen toch niet nog een reuzenpanda winnen? Geen paniek. U wint toch niet. Vrouwen bakken hier niets van. Sorry, maar wat zei u daar? Je moet heel behendig zijn. Wat kost 1 poging? Oh, wij hadden schommels en klimrekken en draaimolens. Oeh. Maar ik ging het allerliefst van de glijbaan. Daar hou ik ook het meest van. Oei. Iedereen gaat om de beurt een keer van de glijbaan. Oei. Stoute Karel, je weet toch dat je op je beurt moet wachten? Karel Konijn vindt het moeilijk om zijn beurt af te wachten. Nee. Oh, lieve help. Het is niet makkelijk om klein te zijn. Of wel, Karel? Omdat Karel klein is, vind ik dat hij niet hoeft te wachten. U kunt de regels beter niet veranderen, opa Big. Onzin.
De kinderen begrijpen het wel. Toch, jongens? Wee! Maar opa, George is ook klein en hij moet ook op zijn beurt wachten. Ja, George is ook klein, dus dan hoeft hij ook niet te wachten. Wee! Oh nee, door Karel en George kan nu niemand meer glijden. Opa, wanneer mogen wij dan van de glijbaan af? Rustig maar, Peppa. Ze blijven er heus niet zo heel lang op. Ik heb geen zin meer om te wachten. Ik ook niet. Laten we gaan schommelen. Pedro Pony is aan het schommelen. Nee. Pedro, mag ik nu een keertje? Maar jongens, ik wil eigenlijk nog wat langer schommelen. Maar jij zit al heel lang op de schommel. Opa Big, wilt u me alsjeblieft een duwtje geven? Ik denk dat iemand anders nu aan de beurt is, Pedro. Maar ik moet al heel snel naar huis. Aha. Dat is wat anders. Ik zal je even duwen. Ja, maar opa... Gevaar, gevaar. Oliepeil is laag. Wat is olie? Olie zorgt ervoor dat een motor soepel kan lopen. En is de olie bijna op? Nee, na zo'n waarschuwing heb je altijd nog even tijd. Olie is op. Oh nee, hè? Gelukkig heb ik een tankje met olie bij me. Goed gedaan, papa Big. We doen gewoon de olie in de motor en dan... Oh. Wat is er? Er zit hier helemaal niets. De motor is weg. Daar zijn mama schaap en Susie schaap. Hallo, Susie. Nee. Hallo, Peppa. Wij zijn onze motor kwijt. Jullie motor kwijt? Ja, hij is helemaal verdwenen. Ik wil graag helpen, maar ik weet helemaal niets van motoren. Het is vast heel dom van mij, maar dit hier lijkt wel op een motor. Oh ja, goed gezien, mama schaap. Bij deze camper zit een motor aan de achterkant. Zo, dat is vast genoeg olie. Bedankt, mama schaap. Graag gedaan, hoor. Nog een fijne vakantie. Zijn we er al bijna? Bovenop de volgende heuvel. U heeft uw bestemming bereikt. Hoera! Het is bedtijd. Waar gaan we slapen? Mama Big en ik slapen in dit bed. Oh! En jullie tweeën slapen boven. Maar er is hier helemaal geen boven. Oh, ho, ho. Let maar eens op. Het dak van de camper gaat omhoog. De camper lijkt op ons kleine huis. Juf Geertje had een beertje. Sorry, mevrouw Gazelle. Oh nee, Pedro moet hoesten. Maak je geen zorgen. Ik zal even dokter Bruinbeer bellen. U spreekt met dokter Bruinbeer? Hallo, dokter. Met mevrouw Gazelle. Er is een kind ziek. Geen paniek. Ik kom er meteen aan. Wat is er allemaal aan de hand? Ik moet hoesten. Aha. Is het een kriebelhoest? Of zit het op je borst? Ik weet het niet. Maar de hoest gaat zo. En wanneer begon deze hoest? Toen mevrouw Gazelle begon te zingen. Het is niet ernstig, maar het kan zijn dat de hoest besmettelijk is. Wat betekent besmettelijk? Als er één iemand moet hoesten, moeten andere mensen soms ook hoesten. Krijg ik medicijnen? Alleen een klein lepeltje. Maar ik ben bang dat het niet zo lekker smaakt. Het smaakt naar een oude schoen vol met jam. Dank u, dokter Bruinbeer. Tot ziens. Dag! Dat dacht ik wel. Pedro's hoest is besmettelijk.
Henkie Hond en Susie Schaap hebben Pedro's hoest nu ook. Mondje open. Het smaakt naar yoghurt met vloerkleedsmaak. Het smaakt naar bloemen. Wat hebben jullie het drankje keurig ingenomen? Wordt u zelf wel eens ziek, dokter Bruinbeer? Nee, Peppa. Ik ben nooit ziek. Er is een jongen, een bonenstaak, een beeldschone prinses, een dappere ridder en een kok die heerlijk eten klaarmaakt. En toen ze het heerlijke eten op hadden, viel iedereen in slaap. Afgelopen. En toen werden ze weer wakker en kwam er een tovenaar. Een tovenaar? Ja, een tovenaar. En die gaf een hele grote goochelshow. Ah, maar... En toen kwam er ineens een hele enge draak. Oma Big, mama Big en papa Big wachten nog steeds met eten. Oh, dat verhaaltje werkte geloof ik niet helemaal. Ik ben heel goed in verhaaltjes vertellen. Ik heb die kleintjes zo in slaap. Ah, een hele enge draak! Peppa, George, hup naar bed. Maar opa heeft het verhaaltje nog niet afgemaakt, papa. Ik maak het verhaaltje wel af. Ik kom zo naar beneden. Oké, er is een jongen, een bonenstaak, een kasteel, een beeldschone prinses, een dappere ridder, een kok, een tovenaar en een hele enge draak. En een superhongerige koning. Dus ze aten allemaal hun buikje rond en leefden nog lang en gelukkig. En nu slapen. En toen gaf ze een feestje. Oh. En al hun vrienden kwamen. Ja! Goed, ik geloof dat ik maar even ga. Papa Big. Ze slapen al bijna. Bedankt. Ik neem het nu wel over. Jij moet het verhaaltje afmaken, mama. Dat is goed, maar snel dan. Wat is er allemaal gebeurd? Er was eens lang geleden, in vroegere tijden, ver in de geschiedenis... Mama Big is nu wel heel erg lang boven. Papa Big komt thuis van zijn werk. Hallo allemaal. Hallo, papa. Papa Big... We zitten met een probleempje en... Dat komt straks wel, mama Big. Ik moet me omkleden voor voetbal. Waar is mijn voetbalshirt? Hier zo. Doe niet zo gek, Peppa. Dat is een jurk van mama. Hij is roze. Nee, papa. Dit is jouw voetbalshirt. Het zat onder de modder. Dus we hebben hem gewassen. En toen ging het een klein beetje mis. Sorry, papa. Maar ik kan toch geen roze voetbalshirt aan? Waarom niet, papa? Roze is een prachtige kleur. Wat vind jij, George? Blech. George houdt niet van roze. Daar zijn de vrienden van papa Big. Meneer Stier, meneer Konijn, meneer Pony en meneer Zebra. Moe! Komt papa Big met ons buiten spelen? Hij komt er zo aan. Mijn team speelt in het wit. Ik wil een wit shirt. Maar papa, je hebt toch een wit shirt? Doe je jasje maar eens even uit. Zie je? Fantastisch! Dank je, Peppa. Hallo allemaal. Hallo, papa Big. Wat een mooi shirt. Netjes hoor. Dank je. Kom op, laten we gaan voetballen. Ja! Hoera! Papa, nu zit je shirt helemaal onder de modder. Natuurlijk, Peppa. Voetbalshirts horen onder de modder te zitten. Papa Big is dol op voetballen. Iedereen is dol op voetballen. Vooral als er modder is. Goedemorgen, lieve biggetjes. Goedemorgen, papa Big. Ik hou van kamperen. Nu we op het platteland zijn, lijkt het me leuk om vandaag met z'n allen naar de natuur te kijken.
Dat is een goed idee, mama Big. Wat denken jullie van een natuurfilm? Eén van de wonderen der natuur. Vogels. Zo schitterend. Hey, ga daar eens weg, vogeltje. Zo kunnen we de tv toch niet horen. Oh, papa Big. Het heeft toch helemaal geen zin om te gaan kamperen en dan alleen maar tv te kijken? Dat kan thuis ook. Je hebt gelijk, mama Big. Er zijn zoveel leuke plekken waar we heen kunnen. Zoals Boomwereld. Wat is Boomwereld? Boomwereld is een heel groot bos vol bomen. Dat klinkt eigenlijk best saai. Of we gaan naar Aardappelstad. Wat is Aardappelstad? Een rondleiding door een aardappelveld en dan mag je aardappels proeven. Dat klinkt interessant. Of we gaan naar Eendland. Wat is Eendland? Dat is een grote rivier vol met eenden. Eendland! Ik wil naar Eendland! Peppa en George houden van eenden. Hoe komen we bij Eendland? De camper kan ons daarbij helpen. Hallo, waar gaan we vandaag naartoe? Eendland, alsjeblieft. Volg de weg en rijd in een rechte lijn. Wij gaan naar Eendland, de camper neemt ons mee. Welkom in Eendland. Ja. Hoeveel kaartjes wilt u? 2 volwassenen en 2 kinderen. Geniet van de eendjes. Ik lijk toch helemaal niet op meneer Pomfrito? Nee, je bent veel te groot. Meneer Pomfrito is veel groter dan ik, hoor. Helemaal niet. Hij is een aardappel. En aardappels zijn zo groot. Daar is meneer Pomfrito. Meneer Pomfrito is aangekomen. Hier is jullie vriend en de mijne, meneer Pomfrito. Hoera! Wow, dat is een grote aardappel. Ik verklaar deze sporthal voor geopend. Fantastisch! Wij moeten allemaal bewegen en genoeg fruit en groente eten. Wat moeten we allemaal eten, meneer Pomfrito? Appeltjes, sinaasappeltjes, worteltjes, tomaatjes. Aardappeltjes? Waarom bent u niet zo klein, zoals een gewone aardappel? Omdat hij natuurlijk geen gewone aardappel is. Hij heeft benen. Ja, en gewone aardappels hebben geen benen. Hij is een super aardappel. Weet u, wij kijken elke dag naar uw programma. Dat is mooi. En blijf vooral tekeningen sturen. Dat doen we! Peppa en haar vrienden zijn in de klas. Kinderen, vandaag gaan wij tekeningen maken voor monsieur Pomfrito. Hoera! Ik teken een ananas voor hem. En ik teken een wortel. Heel goed hoor. En wat teken jij, Olivia? Een ert. Mooi zo. En Pedro? Dit is een super aardappel. Ah, ik zie het. En George heeft een praktische tomaat getekend. Peppa, wat heb jij voor moois getekend? Mijn papa die televisie aan het kijken is. Oh, excellent. Goed, dan doen wij de tekeningen in een envelop en sturen we ze naar monsieur Pomfrito. Als papa Big hierheen kan rennen... Ah, de supermarkt. Dan hierheen... De garage van mijn opa. En dan helemaal hierheen... Het tochtige kasteel. Dan hebben wij genoeg geld om het schooldak te maken. Ik doe het meteen. Op je plaats, klaar, af. Ik ben er. Nu kunnen we gaan picknicken. Gekke papa, dat is maar een tekening hoor. Ja, nu moet u rennen naar het echte Kaptike kasteel. Oeh. Op uw plaats, klaar, af. Hoera! Kom op papa, weg. Ja, altijd wel. De schoolbus heeft het tochtige kasteel gehaald. Nu kan iedereen genieten van de picknick. Water. Water. Wat een heerlijke warme dag. En zo'n rustige manier om geld in te zamelen.
Water. Water. Papa Big is bij de supermarkt aangekomen. Hij heeft dorst gekregen van al dat rennen. Kijk eens door de telescoop. Ik kan papa zien. Door de telescoop lijkt alles dichterbij. Oh, hij loopt niet zo hard. Papa Big is bij de garage van opa Hond. Genoeg, ik kan niet meer. Papa is gestopt. Oh. Je ziet er verhit uit. Hier koel je van af. En het geeft je weer energie. Neem een ijslolly. Dank je wel, opa Hond. Wat een fijne dag om lekker te luieren. Papa Big is dol op luieren. Papa, ga je niet naar je werk vandaag? Nee, Peppa. Het is zaterdag. Op zaterdag werkt papa Big niet. Papa Big, je komt te laat op je werk. Maar het is zaterdag, mama Big. Of niet? Nee, het is vandaag donderdag. Oh. Op donderdag werkt papa Big wel. Tot later. Tot ziens. Arme papa, hij moet werken. Wat fijn, mama, dat jij de hele dag thuis mag spelen. Ik speel niet, hoor. Ik ben aan het werk op mijn computer. George wil het blije mevrouw Kipspel spelen. George, we kunnen het blije mevrouw Kipspel spelen als ik klaar ben met werken. Oh. Mama Schaap en Suzy halen Peppa op om naar school te gaan. Hallo, Peppa. Hallo, Suzy. Heel veel plezier op school. Tot ziens, mama. Werk hard. Mevrouw Schaap, werkt u vandaag of speelt u? Het wordt vandaag voor mij heel hard werken. Nee. Ik ga naar de sportschool. Wat doet u dan in de sportschool? Rennen, fietsen, touwtjes springen. Mama, dat is geen werk. Dat is spelen. Peppa en Suzy komen aan op school. Hallo allemaal. Hallo Peppa. Hallo Suzy. Joehoe, kinderen. Vandaag spelen wij winkeltje. Oeh. Wie wil de winkelier zijn? Ik. Peppa en Suzy mogen de winkelier zijn. Alle andere kinderen zijn de klanten. Hallo, opa Big. We komen eraan. Uitstekend. Uitstekend. Opa Big en Polly Papagaai bewaken de piratenschat. Mogen de zwarte galei wegscheren en de wind ons voortstuwen. Wat betekent dat nou weer? Ren naar de boot. Yo, ho, ho. Hola, doe je reddingsvest aan. Op de boot van opa Hond moet iedereen een zwemvest aan. Die scheurbuik van een hondbaard zou hier nu toch al moeten zijn. Hier is een lekker kopje thee, opa Big. Oh, dank je, opa Big. Eindelijk is iedereen klaar. Meneer Hondbaard, ik moet heel nodig plassen. Ja, ik ook. Ik ook. Ik ook. Ik ook. Ik ook. Waarom duurt het toch zo lang? Hallo, is dit opa Hond? Je had toch gezegd dat je onderweg was? Ja, ja, we zijn er bijna. Het duurde even om mijn bemanning te verzamelen. Licht het anker! Heest de zeilen! Ai, ai, Hondbaard! Piraten, dat zijn wij. Op zee, daar ben je vrij. Op zoek naar gouden schatten. Vermeer, hoor je mij. Land in zicht! De kinderen zijn aangekomen bij de boomgaard van opa Big. Het spel is dat je de schat haalt zonder gepakt te worden. Hoera voor de piraten! Stil, mama. Jongen, ik hoop maar dat hier geen piraten in de buurt zijn die mijn kostbare schat willen stelen. Peppa en haar vrienden hebben de munten veroverd zonder gepakt te worden. Het zijn chocolademunten. Vier ijsjes, alstublieft. Welke smaken wilt u hebben? Mint, sinaasappel, aardbei en blauwe bessen graag. Oké.
Kijk eens wat ik hier heb. IJsjes! Oh, dat zijn onze lievelingskleuren. Inderdaad. Groen voor mij. Oranje voor mij. Aardbei rood voor mij. En George heeft... Wauw! Jam, jam, jam. Lekker. Kijk, daar is de zon weer. En kijk eens wat er nog meer is. Een regenboog. Peppa en George zijn dol op regenbogen. Je ziet alleen een regenboog als de zon schijnt terwijl het regent. Oeh. En kijk, al onze lievelingskleuren zitten erin. Ja. Rood en oranje en groen en blauw. En weten jullie wat je aan het eind van een regenboog vindt? Nee. Daar vind je een schat. Oh, mogen we er dan nu meteen naar op zoek? Toe. Oké. De regenboog eindigt volgens mij precies op de volgende heuvel. Laten we gaan. Het is een zonne-regendag. De regenboog zegt dag. Regenboog, regenboog. Rood, oranje en geel en groen, violet en blauw. Regenboog, regenboog. Het is een zonne-regendag. We zijn er. Oh, waar is onze regenboog naartoe? Die staat nu bij de andere heuvel. Oh, stoute regenboog. Snel, we gaan er achteraan. Zuster Susie is hier. En zuster Susie zegt dat dit niet het dinosaurusland is, maar een ziekenhuis. En een ziekenhuis moet schoon en netjes zijn. De kamer is niet meer dinosaurusland. Het is nu een ziekenhuis. Ik ben de belangrijke dokter. Deze dinosaurus is ziek. Inderdaad, dokter. Hij heeft een hele groene, zieke kleur. Hij moet meteen naar bed. En deze dinosaurus heeft een hele paarse, zieke kleur. Ja, dokter. Hij moet ook meteen naar bed toe. Dinosaurus! Stilte! Je moet stil zijn in het ziekenhuis. Tjoeka, tjoeka. De kamer is geen ziekenhuis meer. Nu is het een treinstation. Nee, nee. Er rijden helemaal geen treinen in Sprookjesland. Oh, nu is de kamer Sprookjesland. Er mogen alleen maar mooie dingen in Sprookjesland. Waarom zijn jullie aan het huilen? George en Karel willen met dino's en treinen spelen. En wij willen liever ziekenhuisje en sprookjes spelen. Ik zie dat het inmiddels is gestopt met regenen. Dus? Dus? Misschien kunnen jullie buiten gaan spelen. Maar zijn het spelletjes voor kleine jongetjes? En wij doen graag grote meisjesspelletjes. Maar als het geregend heeft in de tuin, wat kun je daar dan vinden? Modder. Poelen. En wat kan je met modderpoelen? Daar kan je fijn in springen. Iedereen houdt van springen in modderpoelen. Of het nou grote meisjes zijn of kleine jongens. Hemel, papa Big, u heeft dit boek wel 10 jaar geleend. Stoute papa. Sorry, mejuffrouw Konijn. Het is niet zo erg. Nu kunt u weer een ander boek lenen. Mejuffrouw Konijn, mogen George en ik ook een keer een boek lenen? Ja hoor. De kinderboeken staan allemaal hier. Oh, kijk. Veeën, bloemen, hele mooie jurken. Hallo, Peppa. Oh, hallo, Henkie. Ik ga een boek lenen dat over voetbal gaat. Hallo, Peppa. Hallo, Susie. Ik heb een boek over verpleegsters. George heeft een boek over dinosaurussen. Dinosaurus. Kijk wat ik heb gevonden. Nieuwe avonturen in de wereld van beton. Hier is een rood aapjeboek. Nee, ik wil geen rood aapjeboek. Dat is echt heel saai. Maar dit is een ander verhaaltje. Misschien is het leuker. Ik weet bijna zeker van niet.
Lang geleden was er eens een rood aapje. Hij ging in bad, poetste zijn tanden en ging naar bed. Nee, hij sprong in een ruimteraket en ging naar de maan. Oeh! Hij ging picknicken met een dinosaurus en zwemmen in de zee. En hij beklom de hoogste berg. Dat was een drukke dag. Afgelopen. Wauw! Nog een keertje! We kunnen het lenen en het thuis lezen, Peppa. Maar ik wilde eigenlijk liever dit boek of dit boek. Je mag wel 3 boeken meenemen, Peppa. Jippie! Maar je moet niet vergeten ze op tijd terug te brengen. Ja, mejuffrouw Konijn. En u moet ook niet vergeten om uw boek terug te brengen, papa Beer. Ik zorg wel dat papa eraan denkt. Ja, Peppa, dat geloof ik zeker. Nu moeten we wachten tot er brand is. Hoe lang moeten we dan wachten? Oh, dat kan best lang duren. Ik wacht zelf al eeuwen. Hoeveel branden heeft u al geblust, mejuffrouw Konijn? Niet 1. Geen enkele brand. Maar je moet klaarstaan. De alarmtelefoon. Wil jij hem even opnemen, Peppa? Het is waarschijnlijk weer jouw vader. Oké. Okay. Hallo, met de brandweer. Hallo, Peppa. Je bent heel erg stout. Deze telefoon is alleen voor brandalarm. Wil je me juffrouw Konijn even geven, alsjeblieft? Papa wil u even spreken. Hallo, papa Big. Deze telefoon mag alleen gebruikt worden als er ergens... Brand! Oh nee, de barbecue van papa Big staat in brand. Brand! Brand! Mama schiet er te hulp! Wee! 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 Hou je goed vast. Wee! Er is brand! Er is brand! Ding dong, ding dong. De brandweerwagen van mejuffrouw Konijn. Hoera! Pas op, achteruit, papa's. Mama hond, draai de kraan maar open. Oi, oi, mama Beer. Het vuur is geblust. Hoera! Bedankt voor de redding, mejuffrouw Konijn. Geen probleem. Dat hoort allemaal bij de dienstverlening. De mama's brandweerdienstverlening. En nu mejuffrouw Konijn onze tuin zo mooi onder water heeft gezet, kunnen we allemaal lekker springen in de modderpoelen. Ja! Ik ben dol op brandweerwagens, want ze maken van die heerlijke modderpoelen.